Goedemorgen allemaal. Vandaag is het St. Patrick's Day. St. Patrick's Day. Dat is een Ierse feest. En hij wil altijd zo'n groen mannetje met zo'n klaverblad. Zullen we die eens gaan tekenen? Zo'n groen kaboutertje of zo is het, hè? St. Patrick's Day. Ja, wat het precies inhoudt, dan moet je zelf even opzoeken op Wikipedia of zo. Of op internet. Maar ja, St. Patrick's Day. Doe je weer mee? St. Patrick Day. Een kabouter, hè? Ja, tenminste, zo wordt hij vaak afgebeeld. Laten we eens beginnen met zijn hoed. Want dat is een hoed met een gesp erop. Zo. Dit is dan die riem met die gesp. Zo. Ja. Die hoed. Zo. En ja, dan die kabouter eronder natuurlijk, hè. Borstelige wenkbrauwen. Zo. En echt zo'n kabouterneus. Zo. Hij heeft geen snor. Dat is wel weer opvallend. St. Patrick heeft geen snor. Maar wel een mooie baard. Zo. Ja, en dan is het natuurlijk een klein mannetje. Hè? Het is een kaboutertje. Of tenminste een soort kaboutertje. In een groen pakje. Ik vind het wel een aardig St. Patrick. Ik zou zeggen, ga eens kijken op internet, St. Patrick. Welke vormen er allemaal nog van zijn. Want er zijn heel veel, hij wordt op heel veel verschillende manieren uitgebeeld. Ja, dit vind ik een hele leuke. Je hebt hem ook nog met een pijp. Je hebt hem met een bierpoel in zijn handen. Ja, het is echt een volksfeest in Ierland. En ja, St. Patrick's Day vandaag. Ik zou zeggen succes. En Visien zelf is zo'n aparte kabouter. Tot morgen.